Amsterdam, de nummer 3 van de ranglijst in het zwart, ontvangt in het eigen Wageningenstadion de hekkensluiter van de competitie. Het is Huizen. Dit is de tweede minuut van de wedstrijd. Hoge bal van Floor de Haan. Mistasten van Anne Verbeek. En daar maakt Marijn Veen heel handig gebruik van. Want met een prima backhandje scoort zij na 2 minuten de openingsgoal voor Amsterdam. Hier nog een keer dat moment. En het handige tikje met de backhand van Marijn Veen. En zo is na 2 minuten al 1-0 voor Amsterdam. Haar eerste treffer van deze competitie voor Marijn Veen. Dan de strafcorner Amsterdam. Het is Gorselani. En dan Noorderbaat die bal inbrengt. Maar daarbij een overtreding heeft gemaakt. Zo blijft het 1-0. Dankzij dus Marijn Veen. Dit is Fiona Morgenstern. Was goed op dreef vanavond bij Amsterdam. Noorderbaat. Combinatie met Marijn Veen. Dan de bal in de cirkel. En uiteindelijk is het Morgenstern die daarvan profiteert. Van het slecht wegwerken van die bal door de Huizendefensie. Zij scoort de 2-0. Hier nog een keer dat moment. Ja, die bal komt prompt voor de stick bij Morgenstern. Die aarzelt niet. Passeert Osborne in de lange hoek. 2-0 dus, haar vierde van het seizoen. Dan in de tweede kwart, strafcorner voor Huizen. Het is een variant van Lutmer op Van Leer. Maar goed geanticipeerd door Anne Veenendaal. In het doel bij Amsterdam. Zo blijft het 2-0. Dan strafcorner voor Amsterdam. Gorselani. Haar push gaat naast het doel van Osborne. Ze wil wel een nieuwe corner deze Argentijnse, maar ze krijgt hem niet. Het wordt een lange corner en die is inmiddels genomen. Dan is het een goed tikje daar en dan wordt Morgenstern daar gevloerd door Ise Osborne. En geeft scheidsrechter Verzeilberg een strafbal aan Amsterdam. Beetje ongelukkige botsing daar tussen Morgenstern en Osborne, maar wel een strafbal. En die wordt door Gorselani heel hard overgepusht. Nou, ze heeft er al 2 gemaakt dit seizoen. Met deze gaat de meter over het doel van Osborne. Ruststand 2-0 in het voordeel van Amsterdam. Dan deze strafcorner van Gorselani in het derde kwart. Levert de 3-0 op. Haar 9e treffer van het seizoen al. Gorselani, uitstekende sleeppush in de lange hoek. Klopt zij keepster Osborne. 3-0 dus voor Amsterdam. Dan krijgt ook Huizen nog wat kansjes. Hier een strafcorner en een variant. Maar die variant was doorzien door Floor de Haan. Die variant op Noah van Leer. Dus levert geen treffer op voor Huizen. Dat wel moedig blijft aanvallen. Hier een goede voorzet van Koolhaas. Uiteindelijk niemand erbij om die bal in te tikken. Dus de bal via Veenendaal gaat hij naar de zijkant. Dit zijn beelden uit het vierde en laatste kwart. Mooie aanval van Amsterdam. Freke Moes ziet daar Fiona Morgenstern helemaal vrij staan. Niet zelfzuchtig deze Freke Moes, maar geweldig mooie assist. En is het voor Morgenstern een koud kunstje. Daar om de 4-0 te scoren. Haar tweede van de avond. Strafcorner Gorselani. Wordt niet goed verwerkt. Uiteindelijk is het Van der Elst. Die kort tikje geeft op Gorselani. En die vindt daar over de grond de lange hoek bij Ise Osborne. En zo is het 5-0. Haar 10e van het seizoen voor deze Argentijnse Agustina Gorselani. Dan een van de laatste momenten van de wedstrijd is het 6-0. Vee van der Elst niet zelfzuchtig. Staat er goed voor. Had zelf ook kunnen scoren. Maar vindt dat Villet er beter voor staat. En zij tikte 6-0 binnen. Haar vierde van het seizoen voor Michelle Villet. En dan in de laatste minuut nog een strafcorner voor Amsterdam. Maar deze variant treft geen doel. En zo blijft het 6-0 voor Amsterdam. Dat een makkelijke wedstrijd heeft tegen Hekkensluiter Huizen.